In Noordwijk woont de familie Bierman. Pa Wil is elektricien, ma Wil is huismoeder en hun vier pubers heten allemaal anders. Ze komen rond van één salaris, dus in huize Bierman wordt er flink gerecycled. Die is wel klaar nou, hè? Nee hoor, die gaat door de smoothie. Oh, echt waar? Oh. Ook hier heeft hij maar één missie. Mensen vinden die willen weten hoe hun financiën ervoor staan. Gekke vraag. Hoeveel zijn jullie waard? Stel dat je al je bezittingen bij elkaar optelt, alles wat je hebt, en je trekt je schulden er vanaf. Blijft er dan nog wat over onder de streep? Nee, dan blijf ik in de rode cijfers. Ja? Ja, keihard. Dan moet je het hebben van de liefde, toch? Ja. Ach ja, de liefde. Dat is ook veel waard. Maar het gaat ons om de knaken. Een miljoen of vier? Een miljoen of vier? Ja. Maar dat is dan de, wat ik voor de omgeving waard ben, of echt wat er op de bank staat? Dat staat niet op de bank. Nee. Maar zo voelt het. Zo voelt het. Ja. En als ik hem dan nog een keer stel, en u stelt hem dan niet als, geeft geen gevoelsantwoord, maar een realistisch antwoord? Ja, dan mag je de 2 nullen afhalen. 2 nullen eraf. Oké, dus dan blijf je ongeveer op 40.000 euro steken. Ja. Ja. Goedemorgen, dames. Hallo, dag meneer. Moeder en dochter, lekker aan het winkelen. Klopt. Ik heb een vraag. Hoeveel ben je waard? Ik heb echt geen idee. Ik niet zoveel in ieder geval. Ja, het zal wel waard zijn. Ton? Een ton. Een ton? In de plus. Ja? Nou, dat ja. is toch hartstikke mooi? Tuurlijk in de plus. En waar baseer je dat op? Huis. Een huis. Laag hypotheek. Hoop grond. Hoe ziet jullie gezin eruit verder? 3 meiden en een jongen. 4 kinderen? Ja. En een man? Ja, gelukkig wel. Gelukkig ja, wel. Ja, dat is het meeste waard. Ja, en je begrijpt wel dat ik dan heel nieuwsgierig word naar de financiën. Ja. Want er moet wel heel wat binnenkomen bij jullie. Wil je dat allemaal kunnen bekostigen? Nee, we geven niet zoveel uit. Jullie geven niet zoveel uit. Ja. Word ik nog nieuwsgierig van. Ik maak een programma, Hoeveel ben je waard? En dat gaat over geld. En daarvoor zou ik heel graag vandaag met jullie mee naar huis gaan. Ben je de hele dag kwijt, krijg je een inboedeltaxateur over de vloer, een makelaar, een financieel expert. En aan het einde van de dag weet je precies hoe je ervoor staat. Denk jij niet dat je vader het heel leuk vindt? Ik heb het toen wel gezegd, maar... Ja, heeft hij het ooit gezegd? Ja. Oh, wat goed. Ja. Nou, dan gaan we op pad. Moeder Wil durft het aan. En dus wordt de portemonnee van de familie Bierman vandaag binnenste buiten gekeerd. Goedemorgen. Hallo, Wil Bierman. Victor. Aangenaam. Wat leuk dat we welkom zijn. Ja. En hoor ik nou dat jij ook Wil heet? Ja, dat klopt, ja. Ik ben hij Wil. En zij is Wil. Wil. Ja. Wil en hij Wil. En hij. Er zijn een paar dingen die me gelijk opvallen. De pakjes. Dat maak ik voor mijn dochter. Dit maak je allemaal zelf? Ja. Achter de naaimachine? Ja. En waar zijn ze voor? Deze zijn voor de dansmariekes van de carnaval. Okay. Van Loes, dat is haar hobby. En ben jij ook van de dansmariekes? Nee, ik ben van twirlen. Twirlen? Ja. Nee, was kampioen dus. Vorig jaar. Echt waar? Goed, man. Je mag het wel eens proberen. Och, vertel. Je moet naar boven, bovenlangs en onderlangs. Ja, of een talentje, hè? Ja, bijna. Hoe lang heb je hierop getraind? Jaren. Nou, nee, dit heb je met een half uurtje onder de knie. Goed. Weet je wat? Doe jij lekker de twirlen? Dat zou ik doen. Hou ik me bij de financiën vandaag. Dat is goed. Goed idee. Goed idee, hè? Ja. Want ik ben wel heel erg benieuwd eigenlijk hoe jullie dat met 4 kinderen en 2 volwassenen doen. Want kinderen kosten ook veel geld, hè? Heel veel geld, ja. Ja. Ja, ja. Studies, sport, noem maar op. Eten. De dagelijkse dingen. Ja. Inderdaad, ja. En kunnen jullie dat makkelijk betalen? Nee, dat kunnen we niet makkelijk betalen. Ik ben de enige verdiener hier in huis. Ja, en daar gaan alle kosten gaan daarvan af. Ja, en wat doe je voor werk? Ik werk bij een energiebedrijf. En wat ben je daar? Daar ben ik monteur. En wat levert dat op in de maand? Ik denk ongeveer 2100 euro. Netto? Netto, per maand. In de maand. Op zich een keurig salaris. Alleen als je er met 6 man van moet leven, is dat inderdaad dan best. Dan is de maand wel eens te kort. Ja. Inderdaad. En dan gaat het spaargeld... Niet te lang. Of de maand is dan te lang, ja. En hebben jullie veel spaargeld? Hadden. We hadden wel redelijk wat, maar dat wordt nu steeds minder, ja. Dus dat potje is de laatste jaren eigenlijk steeds minder geworden... omdat jullie niet uitkwamen en dan een beetje bijschraven. Dat klopt inderdaad, ja. Elke keer een beetje eraf halen, want ja, alles moet toch betaald worden. Huize Bierman is al decennia lang Huize Bierman. En de kids zijn niet de eerste biermannetjes die hier opgroeien. Ik woon hier mijn hele leven al. Wauw. Ja, je bent hier geboren? Ik ben hier geboren.
En wij hebben het in 1987 hebben het huis gekocht. En wat betaal je per maand? We betalen ongeveer €300 per maand. Ja. En ben je al een eind met aflossen? We moeten nog anderhalf jaar en dan zijn we aan het eind van de looptijd van de hypotheek. Oh, wat lekker, jongens. Wat is in de maand de grootste uitgavenpost? De ziektekostenverzekering, dat kost ongeveer €600 per maand. Dat is het dubbele van de hypotheek? Ja, dat klopt. En verder? Ik doe altijd één keer in de week echt boodschappen. En dan is het meestal rond de €100. En dan haal ik nog €70 tot €80 pin ik contant. Wil let dus flink op de kleintjes en dat zie je ook terug in de koelkast. Oh, kijk. Kliekjes. Restie van gisteren. Ja. Dat bewaar je dan voor vanavond. Die is wel klaar nou, hè? Nee hoor, die gaat door de smoothie. Oh, echt waar? Ja hoor. En let je dan veel op de aanbiedingen? Ja, meestal wel. Met vier opgroeiende pubers rondkomen van één salaris. Bij Wil en Wil hakt dat er financieel stevig in. En is er dan nog een klein beetje geld over om af en toe samen nog iets leuks te doen? Qua een keertje uit eten gezellig? Of... Nou, eigenlijk niet. Is dat een wens? Om samen wat vaker weg te gaan? Ja. Ja. Dat is toch wel belangrijk dat als je zo'n druk leven hebt. Ja. Dat zou wel heel gezellig zijn, is vaker samen gaan uit eten of iets. Het financiële fust van de familie Bierman is nagenoeg leeg. Dus E. van Opdorp heeft vandaag de schone taak om de winst te zoeken in de boekhouding van dit gezin. Ik ben vanochtend hier in Noordwijk in de Winkelstraat een heel bijzonder gezin tegen het lijf gelopen. Vader wil eens kostwinner en dat gaat allemaal goed. Alleen het zou zo leuk zijn als jij nou een beetje ruimte vindt, zodat ze af en toe wat leuks met z'n tweetjes kunnen gaan doen. Dus ik moet op zoek naar een gat? Je moet op zoek naar een gat. Een gat zoeken? Ja. Waar een Wil is, is een weg, zeggen wij dan. Hoi. Hallo, hey. Wil Bierman. Wil. Hi, Wil Bierman. En nog een Wil? Twee Willen. Willen jullie mij de papieren geven? Natuurlijk. Dit is dan gewoon helemaal alles? Alle administratie hebben wat belangrijk is. Heerlijk. Perfect. Eve graaft zich in de financiën en Victor stort zich op de makelaar. En de ene makelaar is de andere niet. Och, de makelaar. Achterom. Kom verder. Ja, dank je. Hoi. Oh. Maar je ziet er helemaal niet uit als een makelaar. Vrouwelijke makelaar. Ja, maar je bent veel knapper en leuker dan de gemiddelde makelaar. Dus die hebben wel mooi te pakken. Goed, welkom in het huis van Wil en Wil. Nou, leuk. Zij wonen hier eigenlijk al een hele lange tijd. Hebben het gekocht, omgerekend voor ongeveer €40.000. Dus je begrijpt, wij zijn vandaag heel erg benieuwd wat voor prijskaartje jij aan dit huis hangt. Ja. Laten we eraan beginnen. Dit is de woonkeuken. Ja, nou ben benieuwd. Ja, beste vriend van het huis aanwezig. Hebben wij hier het toilet. Moet je eens even kijken. Nou, ruim met gestrekte benen kan je erop. Keurig voor elkaar. Goed zo. De woonkamer. Kijk. Met ook een eettafel. Op de bovenverdieping hier bevinden zich 5 slaapkamers en een badkamer. Hebben we hier de luxe wellness. En een hele luxe vloerbedekking op de vloer. Ja, dat is dan een klein minpuntje. Aan de bordjes te zien zou je denken dat ze 3,5 is. Schattig toch, nog steeds. Maar ze is al echt een jaar of 19. Keurig kamertje. Prima, ruim. Pas op het opstapje. Ja. En je hoofd. Hebben we hier de slaapkamer van Gijs. Ja. En die van Loes. Och. Kijk, dit is eigenlijk gewoon de bedstee anno 2016. En tot slot de master bedroom. Je voelt wel aan het hele huis dat het een beetje een bouwpakketje is. Ja, vooral op de bovenverdieping is het een beetje in elkaar geknutseld. Ja. Echt wat puntjes van afwerking. Volgens mij hebben we alles gezien. Ja, meten is weten. Al kun je dat beter aan een professional overlaten. Ik geloof dat ik eruit ben. Stop de pers. Ja. Vertel, hoeveel is het waard? Hoeveel is het waard? Nou, de marktwaarde op dit moment zet ik op €280.000. €280.000 dus voor het huis van Wil en Wil. En dat bedrag gaat een hele belangrijke rol spelen in het antwoord op de vraag hoeveel zijn zij waard? Wil je thuis al weten hoeveel jij waard bent? Check dan even onze website. Dankjewel. Graag gedaan. Eve heeft afgesproken met haar vaste boekhoudmaatje Frank, want het is de hoogste tijd om de financiën van Wil en Wil eens kritisch onder de loep te nemen. Nou, ik heb een overzicht gemaakt. Wat ik daarin zie is dat het redelijk in balans is. Maar de afgelopen periode is er met name vanwege de studie van de kinderen toch wel meer geld uitgegaan. En dat zie je vooral terug in de spaarrekening. Die is behoorlijk teruggelopen. Dus mijn advies zou zijn,
Ga goed naar besparingsmogelijkheden kijken in de uitgaven, zodat ze weer wat meer per maand overhouden. Oké, de vaste lasten. Zo is het. Ik heb alles op rij gezet en het was echt zo gepiept. De inkomstenkant, wat komt er bij jullie binnen? Natuurlijk het salaris, toeslagen, het vakantiegeld heb ik erbij gerekend. Alles bij elkaar over het afgelopen jaar en dan gemiddeld genomen is 3.180 euro. Zo? Komt er binnen. Oh, meer dan ik dacht. En dan de uitgaven. 3.173 euro. Inkomsten, uitgaven, dan blijft er over precies 7 euro. Zo. Wil verdient als elektricien zo'n 2.800 euro. Daar tellen we de toeslagen bij op en dan zien we dat hij per maand 3.180 euro binnenbrengt. Met 6 gezinsleden zijn de uitgaven fors. Dat zit vooral in verzekeringen en boodschappen, bij elkaar ruim 1.300 euro per maand. Gemiddeld blijft er per maand 7 euro over, maar daar heeft Eve wat op gevonden. Het is een beetje kiele elke maand. Ja, inderdaad. Dat klopt. Aan de inkomstenkant kunnen we niet zo heel veel meer breien, zeg maar. Wat kunnen we nou doen aan de uitgavenkant? Zodat jullie meer geld overhouden. Nou, vaste lasten onder de loep genomen en ik heb hele leuke dingen ontdekt. Oh jee. Ja, oh. Ja. Nou, ben benieuwd. Dus ik ben begonnen met het 3-in-1 pakket. TV, internet, telefoon. Jullie betalen nu elke maand 57 euro. En precies hetzelfde kan voor 35 euro. Ja? Lijkt me sterk. Ja, het is echt zo. Ja, ik geloof er niks van. Ja, het is echt zo. Dat is dus 22 euro verschillen wat je bespaart. 22 keer 12 is al 264 euro. Die stoppen we hier even in de pot. Ja. De wereld verandert namelijk. En af en toe moet je gewoon overstappen. Wij zijn niet zo veel veranderen. Nee, hè? Nee. Dat geeft niet. Maar nou komt er nog meer. Let op. De energierekening. Jullie zijn niet zo veranderlijk. Maar als je precies hetzelfde doet, ben je bij een andere aanbieder 350 euro goedkoper uit. Per jaar. Per jaar. En 100 euro welkomstkorting krijgt iedereen. 450 euro. Doen we ook in de pot. 450 euro. En dan de zorgverzekering. Die hebben jullie voor jezelf echt prima geregeld. Maar er is wel een ander ding. Die kinderen van jullie, er zijn er 4. Nou, 1 zit nog bij jou onder moeders vleugel in de zorgverzekering, want die is nog geen 18. Maar die andere 3... die hebben jullie nu in jullie zorgverzekeringspakket, maar die horen daar helemaal niet thuis. Die zijn jong, fris, fruitig, die studeren. Dus die hebben een verzekeringsmaatschappij nodig die gericht is op jongeren. En dat scheelt hun in de basisverzekering alleen al 10 euro per persoon. Nou, 30 euro keer 12, 360 euro. Huppakee, in de bak. Ja, dat is een hoop geld. Jullie hebben een abonnement op een verzekeringspakket, zeg maar. Iemand die jullie verzekeringen in de gaten houdt. Nou, ik kan jullie vertellen, jullie hebben prima verzekeringen. Er hoeft niemand in de gaten te houden. Dat scheelt je 25 euro per maand. 25 euro, hoppakee, 300 euro in die zak. Ja, ja. Nou, bespaar je? Ja. Hoeveel denk je dat ik nou heb uitgespaard? 1100 euro. 1374 euro. Dat is een hoop geld. Dat is een hele hoop geld, ja. Best lekker, hè? Dat is heel lekker, ja. Ik zou het heel leuk vinden als we die 1375 euro overhouden om een keer samen op vakantie te gaan. 1374 euro. Het is gewoon door een paar dingen te wijzigen. Ja. Elk jaar weer in de gaten houden. Erik Branger is boedelmakelaar. De waarde die hij geeft aan de inboedel van de familie Bierman telt mee in de slotsom. Maar eerst geeft Victor nog een showtje weg. Victor, goedemiddag. Goedemiddag. Wat ben jij aan het doen? Hier woont een Nederlands en Europees kampioen, twirlen. We beginnen voor de verandering vandaag in de wasdroog voorraadkamer. Kijk, 2 mooie apparaten. Ik schrijf hier 250 euro voor. Kom verder. Hier hebben we namelijk het naaiatelier van Wil. Ik denk dat we hier nog hebben staan bij elkaar zo'n 700 euro. Heb ik hier nog een heel interessant ingebouwd kastje. Ha. Met daarin de pareltjes van de familie. Ja, dat is prinsessenspullen. Ja, nee, ik zag je. Mooi. Alles wat hier staat, een 400 euro. Schrijf op in je boekje. Hebben we nog een heel mooi kacheltje. Kijk, is dat gezellig? Ik zie daar toch nog een waarde van 75 euro. Kijk eens aan. Hebben we natuurlijk de mooie televisie. Met wat techniek erbij. Ook weer een wat ouder model. Brede rand, 100 euro. Wat vind je van dit mooie elfen kabouterbos? Maakt ze dus helemaal zelf. Maar is toch wat waard? Het is hartstikke creatief. Je geniet ervan, hè, merk ik. Ik vind dit heel leuk.
Dit kunstobject, ik zet hem toch op 100 euro. Ja. Niet? Ja, echt waar. Wil, moet je wat mee gaan doen. En van de hobby van zij wil gaan we naar de hobby van hij wil. Zo noemen ze elkaar namelijk. En dat is dus alles wat met bier te maken heeft. Nou, hoe gezellig is deze camera? En dat was een leuke blik, hè? Blik. Tot zover alle bierprularia. Ik vind het allemaal 200 euro bij elkaar waard. Kijk, de slaapkamer van Gijs. Die houdt van beeldjes. En die staat dan best in schril contrast met deze meneer. Ja, mooi, hè? Maar zijn ze nog wat waard? Voor de beeldjes geven 30. Hatsjat. De schuur. Wauw. Wat een park, hè? 6 fietsen. Alle fietsen bij elkaar. 1500 euro. Ja, ik schrijf hier toch nog 1200 euro voor op voor beide scooters. Kijk, de winst zit hem weer in de schuur. Nou jongen, steek van wal. 200, 250, 60, 100, 75, 250. Brengt de totale inboedel van de familie Bierman op 6.915 euro. Vind ik toch weer een mooi bedrag. Ik vind het heel netjes. Jongen, mijn dank is groot. Alsjeblieft. Zij wil weten hoeveel ze waard zijn en dat wil Wil ook. Dus is het tijd voor de slotsom. Ik denk dat wij waard zijn rond de ton, maar ik hoop meer. Eef, zullen we maar gaan beginnen? Is goed. De betaalrekening geeft een bedrag van een volle 29 euro. 29 euro. Ja, zie je dat de maand te lang is? Dus de maand is dit keer ook echt weer te lang. Ga verder, Eef. Oké, dan gaan we naartoe, naar de spaarrekening. Die is op dit moment 2.589 euro. Nou, dat is toch een lekkere buffer. Schulden. Die zijn er lekker helemaal niet. Nee. Nee. Alles is gelukkig. Met 4 kinderen, ik vind het echt petje af, hoor. Ik ook, absoluut. Ja. Nou ja, 1 schuld, hè. De hypotheek. Die is 47.419 euro. Die bestaat uit 2 delen. 38.000 euro is vanaf april 2017 weg. Die kun je wegkruisen, die is dan helemaal afgelost. Blijft er alleen nog een bedrag over van 9.000 euro. Wow. That's it. En laten jullie die dan staan of ga je die nog wel afbetalen? Nou. Ik denk dat we die ook wel in de stukjes gaan afbetalen. Ja, toch wel? Ja. Met niemand meer wat te niemand maken. Niemand meer geld van me hebben. Ga door, Eef. Ja. Nou ja, we komen bij jouw afdeling, hè? De inboedel. De inboedel. We hebben alles in de handen gehad. Tot aan de rokjes, de naaimachines. Wat denken jullie zelf dat jullie inboedel waard is? Weinig, want het is allemaal oud. Ik denk 2.500 euro. Eef, laat maar zien. Op dit moment is jullie inboedel waard 6.915 euro. Ja, dan hebben dat we valt me heel erg mee. Alles meegenomen. Maar nu gaan we naar het huis. Wat is dat huis waard? Wat denken jullie zelf? Ik denk tussen de 2,5 en 3 ton. Op dit moment, als jullie vandaag het bord in de tuin zouden zetten, is jullie huis waard 280.000 euro. Ja. Nou, dat is aardig in de goede richting. Dat is aardig. Ja. Brengt ons bij de hamvraag van vandaag. Hoeveel is de familie Bierman waard? Toen ik jou vanochtend met je dochter tegenkwam, zei jij, ik denk een ton. Ja. En jij sloot je daarbij aan. Ja, klopt. Jullie zijn waard 242.114 euro. We hebben toch niet slecht gedaan de afgelopen jaren. Niet slecht gedaan. Jullie hebben fantastisch gedaan. Daar kunnen heel veel mensen die nu zitten te kijken wat van leren. Knap hoor. Als we alle bezittingen van Wil en Wil wegstrepen tegen de schulden, dan is dit het bedrag dat overblijft. Dit is een betere afloop had ik niet kunnen wensen. We gaan natuurlijk proosten met een biertje bij de familie Bierman. Ja, dat kan niet anders. Een hele grote proost. Proost. Ja. Proost. Ik hoop natuurlijk dat jullie binnenkort een keer lekker met z'n tweetje naar de zon gaan. En gaan genieten van het feit dat jullie het al jaren zo goed doen. Wil je thuis nou weten hoeveel jij waard bent? Check dan even onze website. Tot volgende week. Heel goed gedaan. Proost. Knap, ja. Hè? Echt heel knap. Ja. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.